Soms vind ik het nog heel onwerkelijk dat ik moeder ben. Soms vergeet ik het ook wel eens een beetje als ik aan het werk ben. Denk ik, oh ja, ik heb een kind, denk ik dan. Maar ja, het is wel een hele soort mooie magie heeft het. Ik vind niet dat iedere vrouw moeder zou moeten worden, maar ik zou wel elke vrouw die magie gunnen. Dat magische gevoel van hoe het is om ja, leven te geven eigenlijk. Ja, ik heb het bewust aangekondigd. Ik ben vlogger, dus op een gegeven moment gaan mensen het natuurlijk ook zien. Dus ja, ik heb er een hele leuke video van gemaakt. En uiteindelijk ja, waren de reacties heel erg positief. Dus ja, ik heb het bewust aangekondigd. Ik laat op social media het niet zien. Mijn man is daar sowieso ook heel fel op tegen. Hij is beveiliger en hij ja, weet nog meer van dat soort dingen dan ik, hoe dat zit. En die weet ook nooit waar die foto's terecht kunnen komen. Tips voor andere moeders. Nou, ik denk gewoon wel, wees jezelf. Je hebt altijd mensen die het niet met je eens zijn hoe je het doet. Maar ik denk altijd, je moederinstinct is gewoon het meest wijze wat er is. En vertrouw daarop.